ik heb net iets heel tofs binnengekregen bij de post. En ik wil dit heel graag met jullie delen. En het leek mij wel leuk om het op video te doen. Dit is namelijk wat ik binnen heb. Dit is de Foodalicious box. Een box vol lekkere goodies van webshop Foodalicious van Herman en Jamie Spekker. Zij hebben de webshop foodalicious.nl en ze hebben ook een hele grote delicatessenwinkel waar ik altijd nog een keer een kijkje mee moet nemen. En zij hebben nu deze box gelanceerd en nou, ik heb nu net de eerste box ontvangen en ik ga hem nu met jullie uitpakken. Nou, er zit informatie in wat er allemaal in de box zit. En ik zie meteen al iets waar ik echt mega blij van word. Dat zijn deze Italiaanse koekjes. Ken je die? Ik heb ze in Italië al heel vaak gegeten. Volgens mij is het van amandelmeel gemaakt. Ja. Hele zachte koekjes die per stuk verpakt zijn. Echt te gek lekker. Dus daar ben ik al heel blij mee. Ik zie dat we een beetje in de Italiaanse sfeer blijven. Ik heb hier een lekkere pappardelle. Uit Napoli. Ziet er echt heel goed uit. Oh. Dit kan maar één ding betekenen. Bonbons. Oh lord, er zitten gewoon meerdere soorten in. Even kijken wat het is voor bonbons. Truffel boucher, dat is dus een grote bonbon. En champagne truffels. Ik moet proeven. Echt super lekker, kijk die vulling. Die moet ik maar even veilig wegzetten. En dan zie ik hier iets. Zilt, inspired by Edwin Vinken. Oh, dat is groentesap. Tomaat, komkommer, rode peper, ui, zeewater, azijn en specerijen. Het is van Edwin Vinken van de Kromme Watergang. Als ik dit lees, dan denk ik niet meteen dat het heel lekker is, eerlijk gezegd. Maar ja, ik ga het gewoon proberen. Er zitten nog een paar receptkaartjes in. Een truffelsalsa. Even kijken, meer informatie. Oh, het is truffel tapenade. Uit Italië. Kan je combineren met de pappardelle. Nou, als dat geen feest is. Hey, dit is bijzonder. Oké, als je niet ziet wat het is, wat zou je dan denken dat het is? Het is ketchup. En natuurlijk verwacht je normaal bij ketchup dat het rood is. Maar als je echt de tomatensap neemt, dat is niet rood. En ik heb vroeger op de hotelschool geleerd om dat die zaadjes van de tomaat altijd weg te snijden. Terwijl ik later leerde dat die zaadjes juist het meeste smaak hebben. Dus ik denk dat dit echt gemaakt is ook alleen van de zaadjes. En dat het daarom die lichte kleur heeft. Even kijken hoor. Dus tomatensap, suiker, azijn, ui, knoflook. Oh, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Weet je, ik ga het gewoon meteen proeven. Oh, dat is echt lekker. Wauw. Echt heel bijzonder. Oh, ik word altijd zo blij met zulke dingen. Dit is trouwens van Crick's. Ik heb volgens mij maken die ook tomatenjam en andere dingen met tomaat. Ah, te gek. Vlierbloesemsiroop. Weet je nog dat ik laatst in Hugo deelde? Nou, daarom heb je dit voor nodig. Nou, nu weten jullie dus waar je dat kan kopen. Bij Foodalicious. En het is ook gewoon lekker met gewoon water hoor. Maar echt, het is ja, het ingrediënt voor de Hugo cocktail. Wauw. Check dit. Hoe mooi. Manco is zij. Herman die wordt ook wel de
de oliebaron of de azijnkoning genoemd. Want hij heeft echt allemaal verschillende soorten olies en azijnen die hij ook uit heel Europa haalt. En dit is echt een... Dit ziet er echt prachtig uit, een mango-azijn. Ik denk dat het heel lekker is in een salade met kip of in een salade met geitenkaas. Het is ook gewoon goed, want er zitten gewoon alleen maar mango in, wijnazijn en natuurlijk aroma. Oh, het schijnt ook lekker te zijn bij zalm en garnalen. Lekker, ga ik uitproberen. Ik heb heel veel van die dingetjes in en dan vind ik onderin nog dit. Ginger ale. Gemaakt van de gember. En in begeleide de brief staat dat je dat moet mixen met de vlierbloesemsap. Maar je kan er natuurlijk ook een alcoholisch drankje van maken. Nou, als je hier niet blij van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Wat een te gekke box. Echt allemaal leuke, unieke spullen. Ja, ook spullen die voor mij nieuw zijn. En dat, ja, dat, ik bedoel, ik zie natuurlijk heel veel voorbij komen. Ik kom heel veel in delicatessenwinkels en in het buitenland. En ja, ik zie toch allemaal wel dingen die voor mij ook nieuw zijn. En dat, ja, dat vind ik echt te gek. En nou, wil je dus ook zo'n box, dan moet je even kijken op de website van foodelicious.nl. Je kunt een abonnement nemen. Dan heb je dus iedere maand zo'n box voor €34,95. Maar je kunt hem ook eenmalig bestellen voor €39,95. En dat is natuurlijk ook super leuk om cadeau te doen aan iemand. Ja, want je kan het gewoon rechtstreeks naar diegene sturen. En nou ja, Herman, Jenny, jullie hebben me heel enthousiast gemaakt. En het wordt echt de hoogste tijd dat ik een keer bij jullie in de winkel kom. Dus dat ga ik doen deze zomer, beloofd. Bedankt voor het kijken allemaal.